Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik zit buiten in de tuin en ik ga even een andere kleertje aantrekken. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het is een beetje een onhandige setting, maar ik kijk even hoe alles gaat. Eerst even een broekje uit. Nageltjes zijn niet droog. Ik heb ze even netjes opnieuw gedaan met een stift, een speciale stift, maar droog niet. Het heeft al bijna een halve dag gezeten, maar het gaat er alweer af. Maar ja, doe het straks wel weer opnieuw. Helaas. Dan weten we dat ook weer voor de volgende keer. De haartjes zo nog even doen. Bucket. Bucket is ook lekker buiten. Die is hier. Kom eens, jongen. Kom eens. Nou, hij heeft geen zin dus. Hij is chagrijnig. Als hij chagrijnig is, dan weet je al hoe laat het is bij hem. Dan denkt hij dat hij zijn zin niet krijgt en dan gaat hij mopperen. Ik zal zo wel even kijken of ik hem voor de camera kan krijgen, Bugatti. Hij is zo lief, Bugatti. Hé? Ik ben ook zo lief. Maar ook zo chagrijnig. Nou, Eefje heeft toch wel maatje 1. Maar volgens mij kan ze ook wel 0 aan hoor, maar... Voor nu heb ik even maatje 1. Maar ja. In principe moet het ook kunnen, maatje 0. Maar ja. Vind je wel 0. Dat is wel beter voor haar. En binnenkort krijgen ze een nieuw bedje. Een nieuwe kast. Een nieuwe commode. En ik ga er ook van mijn filmpjes over maken. Dus dan weten jullie dat ook. En voor de mensen die het nog steeds niet weten. Het zijn geen echte kinderen, hè mensen. Kijk. Ze kunnen niet op mijn buik liggen. Ze kunnen niet omrollen. Het zijn speciale baby's. Het zijn geen echte mensen. Mensen denken nog steeds dat het zo is. Maar dat is niet zo. Vooral op WhatsApp. In de WhatsApp-groep van YouTube. Denken mensen echt dat het nog steeds echte kinderen zijn. En nog steeds zijn het geen echte kinderen geworden. Kwamen ze maar tot leven. En had ik echte kinderen gehad. Zonder ze hoeven te baren. Ja, dat kan niet. Dit is een beetje lastig om te zitten, maar... Want ik krijg een beetje last in mijn rug, maar ik doe het wel echt snel. Alles voor de video, hè? Staan. Dat is beter. Kijk, de luier. Die zit eigenlijk ook niet goed. Maar die blijft ook niet echt lekker zitten bij haar. Kijk, bij haar past de romper nog beter dan bij Fientje. Dus Eefje natuurlijk.
Dan gaan we de mooie jurkjes passen die hier liggen. Want die had ik vorig jaar gekocht voor Fientje. Maar omdat het allemaal een beetje achterliep en anders ging, heb ik dat nooit aan kunnen doen. Zo, je ziet hier nog wel wat, maar we doen eerst dit jurkje. Ik zal even uitzoomen. Zo. Doen we die aan. Ik doe het gewoon altijd over het hoofdje. Haartjes zitten ingelijmd. Er is niks op elkaar. Hij kijkt een beetje verbaasd. Ik snap er helemaal niks van. Hé, hey, Ketto? Ben je ook in de vlog? Wacht maar daarvoor. Als je even wacht, jongen. Mag je wel even hallo zeggen tegen de kijkertjes. Wat zou Maartje leuk vinden? Hé, hey, dat is toch je grote vriendin? Dat is mijn nichtje. Die is 5. Die is ook dol op baby's. Nou, deze past dus. Dit is maatje 50 van de Hema. Kijk, een beetje zo. Oh, dit is zo schattig. En dat rompertje eronder. Ja, alleen dit is natuurlijk te wijd. Dat is altijd. Eigenlijk, maar in principe is het wel heel schattig. Zelfs nog een klein beetje te veel mouw. Zo ziet ze er dan uit. Heel mooi jurkje. En mooie billetjes. Kan ik mooie foto's mee maken? Voor de wedstrijd op Facebook. Wil je nog even een vlog, Bugat? Ik ga Bugat even voor jullie halen. Tot zo. Daar is Bugatti hoor. Hij is een beetje boos. Maar zeg maar even hallo tegen de camera. Bedag. Ja, hij is boos. Dus. Nou, maar dit is dus Bugatti. Bugatti houdt van haar kinderen. Hé? Ja, Bugatti die, vindt het wel altijd gezellig. Dat is dus Bugatti. Kijk eens naar de camera. Bedag. Bugatti. Kijk eens naar de camera. Zeg eens dag. Mijn dag tegen de camera. Ja, hij is chagrijnig. Dus laat maar lekker. Zo. We gaan weer verder. We kunnen misschien nog wel dit jurkje aandoen. Ja, dat kunnen we nog wel even doen. Nou, ik weet nog wel wat anders leuks. Ik kan jullie dat ook nog wel even laten zien. Hoe ik dat doe. En ik heb haarbandjes gemaakt. Dat heb ik dan bij Ali besteld. Nu ga ik even zitten. Kijk, dit past al heel goed. Haarbandjes zie je toch bijna waarschijnlijk niet. En ik zal het tandenborsteltje even pakken. Dit tandenborsteltje gebruik ik. Oh, heel simpel. Normaal maak je het nat. Even inzoomen. Oh. Zo moet je uitzoomen.
inzoomen. Kijken of jullie het een beetje kunnen zien. Ik doe het nu even een beetje, klein beetje maar. Normaal doe ik het wel iets uitgebreider. Maar ik kam eigenlijk bijna nooit de haartjes. Zodat er bijna niets verloren kan gaan. En mijn baby's hebben natuurlijk echte wimpertjes en echte wenkbrauwtjes. Kijk, echte haartjes zijn dat. Dus dan gaan we nu het haarbandje in doen. Ik zet er even neer. Even kijken of ze blijft zitten. Zo, dan kunnen jullie het misschien wat beter zien. Dit is het armbandje. Gewoon elastiek. Gebruikt Diana volgens mij ook precies hetzelfde. En dan doe ik het zo in. En iets hoger, een beetje schuin. Zo. Tadaa. De haartjes zitten natuurlijk een beetje gekruld zo. Zo ziet ze er dan uit. Dat is toch leuk. Even uitzoomen. En dan kan ik het beter laten zien. Zo ziet ze er dan uit. En dan is ze klaar voor de dag. En dan kan ik ook nog foto's maken van de zomerfoto's voor Facebook. En dan is een wedstrijd. En dan kunnen we wat leuks winnen. Zo. Zo, nog wat drinken. Beetje inzoomen, zo. Beetje drinken, zodat we de video iets langer kunnen maken. Anders is hij zo kort. En zoals jullie weten ga ik nu vanaf nu af aan 1 keer per week op vrijdag uploaden, wel om 2 uur. En omdat ik steeds vaker pijn heb in mijn lijf, doe ik expres 1 keer per week. Zodat ik de hele week de tijd heb om video's te maken. En dan kan ik het gewoon uploaden, plannen. En dan ben ik klaar. Zo. De stof eruit halen. Ze worden heel stoffig. Tussen de teentjes zag ik het al. Zo. Nou, vond je deze video leuk? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want bij 100 abonnees ga ik weer een actie doen. En dan kunnen jullie wat leuks winnen. Dan ga ik loodjes trekken. Net als wat Diana heeft gedaan. En dan ook dus 3 pakketjes.
voor jongens, meisjes en neutraal. En een troostprijsje die iedereen kan winnen. Dus vergeet vooral niet te abonneren als je dit leuk vindt. En alvast bedankt voor het kijken. Thank you. Bye.